Wat ik heb gevonden wat betreft de financiële resultaten van de banken, was dat de goede banken ook winstgevender waren. Dus die slechte banken die uiteindelijk bleken te veel risico te hebben genomen en zowel de overheid als de toezichthouder als de klant voor de gek hebben gehouden, bleken met dat risico niet eens meer te hebben verdiend. Het blijkt dat de slechte banken een iets betere governance hadden zelf, iets betere formele governance, dus beter voldeden aan allerlei regeltjes dan de goede banken. Nou ja, dat geeft aan dat die governance regels en dat toezicht heeft niet gewerkt, want het was dus intrinsiek zelfs iets beter dan dat van de slechte banken. Dus enorm de reactie van overheden en van toezichthouders daarna, in de jaren daarna, de klassieke Pavlov-reactie, om dan enorm strak de teugels aan te trekken en meer wetten, meer regels en strenger toezicht, lijkt op het eerste oog niet gerechtvaardigd te zijn geweest. Hoe komt het dan wel dat ze uiteindelijk zo slecht gedaan hebben en hulp nodig hadden, steun nodig hadden? In Amerika $620 miljard overheidsgeld is naar de banken gegaan. Als het niet het systeem is, dan moet het gedrag zijn. Het gedrag of de prikkels. En inderdaad, de bonussen, de cashbonussen van de CEO's van de slechte banken waren 2 keer zo hoog in de jaren voorafgaand aan de crisis. Dus in de 5 jaren voorafgaand aan de crisis waren de bonussen gemiddeld voor de CEO's van de slechte banken 2 keer zo hoog dan die van de CEO's van de goede banken. Dus ze hadden een veel grotere financiële prikkel om te zorgen dat ze hun targets zouden halen. En zoals ik al zei, dit zijn resultaten voor het onderzoek naar de Amerikaanse banken. En dan zijn de verhoudingen tussen de vastsalaris en de bonus ook nog veel extremer dan in Europa. Zelfs zo extreem dat de bonussen van de CEO's van de slechte banken 10 keer zo hoog waren dan hun vaste salaris. En dus bij de CEO's van de goede banken 5 keer zo hoog. Dus het vaste salaris voor bankiers in de Verenigde Staten van de slechte banken, was irrelevant. Het was maar 10% van hun bonus. Dus bonus was eigenlijk het enige wat telde. Als de prikkels, de gedragingen, de drijfveer, de motieven van mensen in een verkeerde richting staan, dan is er geen moedertje op aarde en geen wet en geen Sarbanes-Oxley en geen code en geen toezichthouder die dat kan bedwingen. En dat moeten we ons realiseren. Dat betekent dat we dus aan de gedragskant aan de slag moeten. En dat is nog het minst kwalijk te nemen aan een overheid. Want een overheid heeft niks anders dan wetten en regels. Dat is het enige instrument wat een overheid heeft. Maar toezichthouders, om te beginnen, de interne toezichthouders, de Raad van Commissarissen, die kunnen doen wat ze willen. Die kunnen het bedrijf inlopen, die kunnen met iedereen praten, kunnen alle vragen stellen. En daar begint het. En daar moet het beginnen. En zij moeten er ook voor zorgen, niet dat zij het goede toezicht houden, maar dat zij zorgen dat daar de mensen zitten met de goede morele ankers, met de goede drijfveren. Daar moeten zij voor zorgen. Er zijn 3 vragen voor een mens. Wat kan ik? Wat wil ik? En wie ben ik? Wat kan ik? Dat gaat over het cv, over je professionele vaardigheden. Dat is vrij makkelijk vast te stellen. Wat wil ik? Dat gaat over de drijfveren, de motieven van bestuurders, van CEO's. En wie ben ik? Dat gaat over de vraag, wat is je integriteit? Wat zijn je morele ankers? Hoe sta je in het leven? Wat zijn je waarden en wat zijn je normen? 80-90% van de tijd wordt gekeken bij de selectie en evaluatie van bestuurders naar die eerste vraag. Wat kan ik? Is het een goede bankier? Is het een goede risicomanager? Enzovoort. Wat uiteindelijk bepalend is, is niet of het een goede bankier is, maar wat bepalend is, blijkt uit het onderzoek, maar ook wel uit ander onderzoek, zijn die 2 andere vragen. Wat wil ik en wie ben ik? Wat zijn je drijfveren en wat zijn je morele ankers? Die bepalen uiteindelijk of het goed gaat of dat het slecht gaat en wat de interne cultuur is en de waarden en normen binnen een onderneming. Natuurlijk moet je ook een goed vakman zijn, maar dat is nummer 3 op het lijstje, terwijl die gebruikelijk nummer 1 op het lijstje wordt gehanteerd.